vandaag ook. Het is vandaag zaterdag. Dit kan ik niet editen. Ja, oké. We moeten nog een keer. Niet doen, want dan krijg ik een beslagen lens en dat is niet de bedoeling. Stop daarmee. Oké, nog een keer. Leuk, je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Vandaag is het zaterdag. En morgen gaat er iets heel leuks gebeuren. Ik heb het... De vorige weekvlog had ik het al uitgelegd. Want ik ga wedstrijd rijden en mijn moeder ook. En even een kleine update. Ik ga alleen met Henja. Met Bel wordt het even iets te lastig. Nou ja, dat maakt niet uit. Ik heb er heel veel zin in. Maar vandaag gaan we ook rijden. Het mis het een beetje. Het wordt steeds donkerder. Maar het gaat gewoon lukken vandaag. Ja, we hebben ook een binnenbak. Het is altijd zo druk als het regent. Ja. Moet je precies op een goed tijdstip rijden. Ja, dat is wel. En anders rij je in een drukke bak. Dat kan ook. En morgen ga je toch ook springen? Ja, morgen ga ik ook springen. 70-80 geloof ik. En ik 60-70. Met Verona. Zin in? Nou, ja, weet ik niet. Zenuwachtig? Nee, niet echt, maar het is meer dat ik kan niet zo goed de nummertjes. Tenminste, ik kan de locatie van de hindernissen niet onthouden. Je moet natuurlijk voor een bepaalde, of op een bepaalde manier rijden, 1, 2, 3, 4, 5 enzovoorts. Dan zou je denken, dat moet je toch kunnen, maar ik kan dat gewoon niet zo goed. Ik kan net aan de route naar huis onthouden. Laat staan dat ik dan een of ander parcours van mijn neus krijg en dat dan vervolgens moet volgen. Ik ben er gewoon heel erg slecht in. Dus ik vind dat heel lastig. Oké. Okay. Chef, vertel wat je doet. Ik ben even een bel opnieuw aan je afmaken. Mijn maatjes moeten nodig weggekrikt worden. En dit zegt Bel daarvan. Oké, dan. Ik denk dat dit ongeveer 1 keer per week gebeurt. Zoals Tessel zei, zaterdag, maar het is rot weer. Dus we zijn binnen aan het rijden. Het is altijd druk natuurlijk als het regent. Veronica wordt er ook een beetje drukker van. Dat geeft niet. Ja, op zich prima gereden. Ik ben klaar, kijk maar. Ik heb maar een partje helemaal gezeten. Kan je het daar beter zien? Nou, ook niet echt. Maar goed, ze is bezweet. En daar is Tessa. Even zoeken daar. Helemaal om de hoek. Zo'n kleine bak. Nou ja, het is helemaal niet klein. Het is een 2060 bak. Maar er wordt een stuk privéles gegeven. Dus we missen even een stukje. En dan lijkt het snel druk. Omdat wij natuurlijk altijd een enorm springveld hebben. Waar we allemaal zo ongeveer onze eigen bak hebben. Dus als je met 3 of 4 mensen rijdt, dan is het al veel. Daar is Tess. Hi. Ik ga het vloggen. Wat? Ik ga het vloggen. Nou ja, ja. Lekker gereden? Ja. Klaar? Bijna. Ik ga uitstappen. Ik denk dat ik het in de molen ga doen. Dan hebben andere mensen weer meer ruimte. Ja. Het is vandaag zondag en ik heb vandaag een wedstrijd met jou. Dan springen en mijn moeder heeft ook een wedstrijd. Wij gaan wel beelden opnemen, maar er gaan maar een paar stukjes in de weekvlog. Want Kim van Kim's Paardenwereld gaat er een hele video over maken. Ja, over jouw springen. Over mijn springen. Mijn springen komt gewoon of een apart video of in de weekvlog. Dat weet ik nog niet. Het ligt eraan hoeveel we te vertellen hebben. Ja. En ja, ik heb er heel veel zin in. Hi. En ja, zeg jij het maar. Oh, ja, nou, is oké. Okay. Ze heeft dat tegen jullie gezegd. Vandaag heb ik wedstrijd samen met Henja. Zin in? Slootje daar. Ik in ieder geval wel. Nee, weet Henja er nog niks van. Maar het komt goed. Ja. Laat me net een kusje. Oh. Oké, okay, ik loop hier met de cameratas. En mijn moeder gaat zo op parcours lopen, dan ga ik filmen. Dus als het een beetje hoe gaat, dan weet je waardoor het komt. Want die camera is toch best zwaar. Oké, de dames gaan parcours lopen. Joppa. 3, die is daar.
Nou, spannend. Ik ga even mijn bel springen. Je verwacht er eerlijk gezegd niet heel veel van, maar het is gewoon even om bel aan een parcours te laten wennen. Dus gewoon even voor het proberen. Voor de rest niets. Dat is al verwacht, geeft niks. Ja, ja, het wordt steeds donkerder. Het is nu al 6:30 en het is nu echt pikdonker. Dus daarom zijn we ook allemaal heel moe. Ik heb met Hea de barrage gereden. Vond ik heel leuk. Mijn bel ben ik 2 keer uitgebeld, maar toch 2 keer heel het parcours. En met Henja en Bel denk ik ook, ben ik met mijn team ben ik eerste geworden. Het was alleen... Bel was individueel. Oh, dus ik ben met Henja ben ik eerste geworden met mijn team. En ik zat met hele lieve mensen in mijn team. Er waren er 4, eentje was weg. En toen waren we met z'n 3 over. Eentje van de 3 die was 3de geworden. Eentje van de 3 die was 7de geworden. Nou ja, dat maakt niet uit. En de ander die had een klein foutje. Maar ja, dat maakt niet uit. En eerst woensdag. En ons testje is ziek. Ja, als ze niet gaat paardrijden is echt ziek. Dus die is thuis gebleven van school vandaag. En ja, dus ik moet het alleen doen. Ik zal Bel niet zo leuk vinden. Maar goed, ik ga er straks even loszetten. Bel is vanmorgen al in de molen geweest. En ik ga nu Verona rijden. Dan Bel even loszetten. En misschien nog maar een keer in de molen. Want ik heb ook niet onwijs veel tijd momenteel. Dus ik ga mijn uiterste best doen. Ja, Bel rijden is natuurlijk helemaal geen optie. En even snel iemand anders vinden die dat doet. Er is eigenlijk maar 1 die dat kan. Omdat Bel natuurlijk gewoon klein is. En niet zoveel gewicht kan hebben. En we willen natuurlijk ook niet iemand op die zwaar is. Kim heeft altijd heel druk op dinsdag. Dus dat is ook geen optie. Beter dat heeft hij volgens mij straks les van Danielle van Meerlo. Dus ja, dan moet ik wel maar even doen met losgooien in de stapmolen. Het is even niet anders. Misschien dat ik nog even tijd heb om te logeren. Maar dat weet ik ook niet zeker. Ik ga in ieder geval mijn best doen. Inmiddels is het donker, helaas. Dus ik heb Bel even buiten gezet. Want vooral rijden en dan, het was buiten ook nog, dus dat was heerlijk. Maar daar is ons belletje. Maar Kimmetje gaat vanavond nog even met haar aan de slag, dus dat is super fijn. Die had vandaag wat minder huiswerk, dus dat is helemaal top. Nou, ik zou gaan springen met Verona. Om een beetje te oefenen, want ik wil wel weer een beetje wedstrijd gaan rijden. Maar dan ging ik heb helemaal springzadel opgedaan, peeskappen, borsttuig en zo. En dan kom ik in de bak en ga ik een beetje rijden en toen ga ik galopperen en toen liep ze eigenlijk niet zo lekker. Dus we gaan even kijken. Dan heb ik het weer op voor vandaag. Nou, we gaan even kijken. Laat maar zien dan. Nou, ook wel in de rand. Ja, kom maar. Maar geloof is duidelijker. Dan weet ik het zelf. Ja. Doe maar terug naar het draf. Ik zie het. Nee, ze gaat gelijk stappen. Nou, wat gaan we doen? Ik zat ze. Ja, dat is natuurlijk wel. Dat gebeurt wel eens met een paard. Kan zijn dat het verkeerd gelegen heeft of spierpijn iets verrekt. We hebben best wel hard gewerkt met haar de laatste tijd. Ze heeft wat minder vrij gehad. Ik denk zelf dat ze iets verrekt heeft of dat ze verkeerd gelegen heeft. Dus we gaan nu eventjes een paar dagen met haar stappen. En kijken of dat helpt. En als we klaar zijn met stappen, ga ik van het weekend wel even kijken. Het is vandaag woensdag. Dus dan ga ik, denk zaterdag, als ze dan goed gewandeld heeft. Ga gezellig met haar wandelen weer door heel mijn sluis. Ja. En dan gaan we even kijken hoe het. De stap valt het eigenlijk wel mee. Maar dan ga ik even logeren. Dan ga ik even kijken hoe dat gaat. En als na het weekend niet over is, dan bellen we mijn vriendin. De dierenarts. Ja, ja. Goed. Nu jij? Ik probeer nog een beetje uit beeld te blijven. Dat je leert. Niet, want je ging de hele tijd achter me staan. Ja, dus je bent niet uit beeld, je bent in beeld. Ik ga zo doen. Maar wat ga jij doen, tante Betsy? Ik ga met mijn eentje springen. Yay! Nou, we hebben wat hindernisjes. Ik denk dat dit wel lukt tegenwoordig met Bel, toch? Tess, moet lukken, toch? Ja, dit kan je wel. Moet lukken. Nee. Nu nog niet. Vandaag hebben we de volleerde parcoursbouwers. We hebben hier namelijk de winnaar van de equipe.
En daar is tester teamgenoot van, en die waren natuurlijk equipe ploeg eerste. En die gaan nu voor Bel even een schattig kruisje maken. Dus dat is altijd fijn. Nou, oké, Tess, ik zeg succes. Moet je wel van deze kant. Oh, liggen aan twee kanten op het balk. Maakt niet uit. Nee, alleen aan deze kant. Oh, dan moet je vanaf deze kant. Ja, dan kan je ook vanaf dan. Oh, Tess komt al. Even wachten. Tess is al. Oh nee, toch niet. Het mag weer. Dan kan je vanaf twee kanten springen. Ik ga even twee kanten even inspringen. Ja, volleerde parcoursbouwers. Oké. Ja, het is donker, jongens. En meer licht dan dit hebben we gewoon niet. Dus de weekvlogs worden wat donkerder, denk ik. Helaas. Brave Bel. Oké, het is licht. Het is nieuw voor ons. Ik heb zo springles van Stephanie. Daar ben ik heel blij mee. Vooral loopt niet zo lekker. Maar dat komt vanzelf alweer goed. Want volgens mij vorig jaar of zo. Wanneer was ze nou voor het laatste kreupel? Oh, dat weet ik niet. We hebben er drie aan. Dit is de tweede keer. Ja. Maar oh, het is een beetje. Maar morgen komt Nana even. Die is ook chiropractiker. En die kijkt er dan gewoon eventjes na. En dan, zij is ook dierenarts, dus dat scheelt. Dus als er iets anders aan de hand zou zijn, dan weet ze dat ook. Dat is altijd fijn. En die komt morgen eventjes naar de kijken. Sowieso haar vaste dierenarts, dus die kent haar sowieso goed. En die komt morgen even naar de kijken. Maar op dit moment denk ik gewoon dat ze de blaadjes in de hoofd had en iets raars gedaan heeft. En nu gewoon een beetje iets verdraaid heeft of iets in die geest. En dat, dan laat ik eigenlijk Nanne komen om er te helpen. Niet zozeer omdat ik denk dat er medicijnen in moet of zo, maar gewoon puur om... Kijk, als wij onze enkel verstuiken, dan is het ook fijn als je even naar de fysiotherapeut kan. We hebben Christine. Christine kan wel fantastisch. Zonder Christine zou ik onderhand... iets hebben gebroken. Nou, dat denk ik niet, maar wel heel veel pijn, heel veel meer pijn gehad hebben. Maar Christine die kan dan vaak, als ik iets verkeerds doe of zo, kan ze dat even wegmasseren. En daardoor wordt het niet erger. Dus dat wel heel veel pijn. Maar goed. Ja. Dus ik hoop dat Nana dat eigenlijk voor Verona kan doen. Maar dat was onder heel veel pijn, want ze heeft mij ook één keer gedaan. En ik zat al, nou het deed echt wel pijn. Maar ik heb heel veel zin in mijn springles. Ja, dat gaan we maar doen. Ja, ik ga samen met Verona kijken. Ja, we gaan samen lekker stappen. Nou, Verona die kan even lekker in het zonnetje staan. Dat vindt ze altijd leuk. Lief paardje. Ja. Zo, ik ga even met Veroon buiten omwandelen. Dan ziet ze nog wat anders als het terrein. Even aan deze kant blijven, vrouw. Ons dan lukt dat niet op de film. Heel goed. En dan kan ze even grazen. En het is mooi weer. Zonnetje schijnt. Dus dan is het altijd fijn om een beetje te wandelen. En ja, advies. Mocht je ooit veel met je paard moeten wandelen. Wij natuurlijk gedaan toen ze coliek had. Doe niet steeds hetzelfde rondje. Daar word je zelf gek van. En je paard wordt er gek van. Dus als je terrein hebt, neem dan gewoon het terrein. Neem dan een groot stuk van het terrein. We gaan even bij Steef kijken. Of ga lekker buitenom. Ga ergens anders kijken. En als ze niet braaf zijn buiten, dan moet je even wat verzinnen. Maar ga niet steeds hetzelfde rondje rijden. Dan word je gek van. Kijk, daar Steef. Steef met de vrachtwagen. Die had ze gisteren geen tijd meer voor. Want toen moest ze namelijk lesgeven. Ze gaat zo meteen testles geven. Ik denk dat we achter het beter kunnen zien. Kijk dan wel een wagen, jongens. Ik moet even schoonmaken, want dan pist altijd. Ja, maar het is wel een mooi ding hoor, Steef. Hey. Ik wil wel zeggen dat hebben je goed gedaan. Ja, toch? Ja. Het is gewoon een volledige box, joh. Ja, ik heb hier de zadelkast en zo. Ik kan dan gewoon hier op zadelen. Check dan. En hier nog een hele bak. Ik heb nieuwe halster gehad. Zo. Beetje too much. Nou ja, ken wel joh. Meestal ben je wat gemaatigder. Ja, ik kreeg hem, dus ja, moet ik zeggen van ik hoef hem niet. Jawel, kan wel. Alles mag. Ziet er goed uit. Ja, toch. Ik moet mijn vrachtwagenrijbewijs gaan halen. Ja, denk het ook, ja. Nou ja, kreupel zijn is vervelend. Ik zie verder niks aan en stop nu momenteel, maar maakt niet uit. Maar het heeft een klein voordeeltje. Lekker wandelen met de baas en dan kan je grazen.
Dit is toch veel leuker wandelen dan dat je steeds hetzelfde rondje loopt op de manege of zo. Dan heeft je paard het naar zijn zin, kijk maar. Dan heb je het zelf naar je zin. En je hebt natuurlijk niet altijd mazzel dat je een zonnetje hebt. Maar ook in de regen, trek je regenjas aan. En moet je wandelen met je paard. Maak het leuk voor allebei. Ik kan je uit ervaring vertellen dat het allemaal een stuk positiever maakt. En met Veronica heb ik zelfs gemerkt toen ze coliek had dat ze zelfs depressief werd in haar box. En dan is het toch wel belangrijk om ook gewoon de geest een beetje te verzetten voor paard en mens. En dit is toch prachtig zo. En ik hoor je zeggen, ja maar wij hebben niet zo'n mooie omgeving. Of wij hebben maar een heel klein terrein. Of nou ja, verzin het. Maar er zal vast wel ergens een weiland zijn. Nou ja, weiland is met kreupel meestal niet zo handig natuurlijk, omdat het ongelijk is. Maar ja, er zal toch wel ergens een pad zijn of een weg zijn of iets waar je even met je paard kan wandelen. Ik doe nou net alsof het je hond is. En met het paard wandelen in plaats van met je hond. Zo, lekker gewandeld. En nu gaan we saampjes naar de springles van Tess kijken. Ik zal ook wel wat filmen, want het zou een beetje lastig zijn. Want we hebben en tegenlicht en ja, we zitten hier, zeg maar. Ik ben niet zo heel mobiel nu. Normaal kan ik veel dichterbij gestaan. De afgelopen tijd hebben jullie wel veel springen gezien. Dus misschien is zo op afstand ook wel goed voor een keer. Zo meteen komt ze over dat kruisje, maar ze is ongeveer naar Vlaardingen gereden om over dat kruisje te gaan. Dus dan duurt het even voordat ze er is. En hoppa. Nou, netjes toch? Zo, springles is voorbij en nu gaan we even buiten om uitstappen. En zo kan je met een paard dat toch niet helemaal rap is, of niet helemaal soepel loopt, maar net hoe je het wil noemen, kan je dus toch gewoon ook nog leuke dingen doen. En voor het paard is het sowieso natuurlijk veel fijner als het niet vervolgens in zijn box neergezet wordt en dan daar maar uit moet zoeken. Zo heeft ze toch nog gewoon andere dingen om te kijken en te doen. Nou, Tess heeft lekker gesprongen en wij gaan nog even buiten uitstappen. Ja, jij mag gewoon mee. Lekker hè? Vrijdag. En vinden jullie het ook zo koud? Ik heb mijn muts zelfs gewoon echt weer op. De dierenarts komt zo. Nou ja, de chiropracticus. Ze is dierenarts en chiropracticus. En dan gaan we naar... die gaat even naar Veronica kijken. Die is natuurlijk kreupel. En nou ja, kreupel. Ja, kreupel. Niet heel erg, maar wel kreupel. Die gaat eventjes met haar aan de slag. En dan kunnen we even kijken wat het is, hoe het komt. Ja, dat weten we waarschijnlijk nooit, maar voor het idee, dat is dan wel weer fijn. Dus ik wacht even op haar en ondertussen ga ik de rest even in de molen zetten. Nou, onze dierenarts is ook chiropracticus. Nou ja, mooi woord zo. En die heeft helemaal nagekeken, van buitenaf is niks te zien. En ze is wel duidelijk kreupel op, even goed kijken, links, voor. En je ziet eigenlijk alleen op de volte en dan als er linkerbeen buiten is. Dus als op de rechterhand aan het draven, zeker galopperen is. En ze is nu behandeld, gewoon helemaal losgemaakt. En dan over 2 weken wordt ze weer even bekeken. Ze moeten 2 weken lang stappen, 3 keer 10 minuten per dag. Ja, wij wandelen altijd hele stukken. Dus in dit geval beperkt wandelen, veel meer grazen. En we gaan wel even lekker poetsen en dingen bekijken. Dus dat komt vast allemaal goed. En dan over 2 weken kijken of het over is. Ze verwacht ergens een klein bandje dat gewoon even oud doet. Dus op zich zijn de ideeën nog positief. Nou, oké. Ik ben wel aan het poetsen. Ik heb een heetje gedaan omdat het een beetje koud is. Dus ik ben nu even bezig met de hoofden gedaan, en manen, de benen en de staart. Ja, maar jullie zijn net begonnen. En ik ben aan het onderhouden. Nou, veel plezier. Dankjewel.